Goedemorgen, Wilco Frank en Erik Speelziek. Eigenlijk was het de bedoeling om gisteren dit interview te doen. Maar onze geluidstechnicus was vergeten het palletje goed te zetten. Dus we staan hier vlak voor de wedstrijd vanmiddag tegen Achillesveen. We hebben al een heel seizoen achter de rug. Alhoewel we pas 4 wedstrijden ver zijn, als ik goed heb geteld. Maar ik wou jou daarom eerst maar eens het woord geven, Wilco Frank. Ja, het is inderdaad wat je zegt. Een heel seizoen in 4 wedstrijden waarin veel is gebeurd. Nou, goed om even terug te halen dat we gelukkig de nasleep van Huizen eigenlijk achter de rug hebben. Met goed nieuws, gevolgd binnen de vereniging met een daarmee ook fantastisch jubileumfeest. Waar we nu de competitie verder kunnen vervolgen. En waar we dat in tijdelijkheid even zonder onze hoofdtrainer gaan doen. Die in ieder geval de week na Huizen toch heel duidelijke vermoeidheidsverschijnselen heeft vertoond. En waar we de afspraak mee hebben gemaakt dat wij de komende periode een time-out nemen. Zodat Erik alle tijd heeft om aan herstel te werken en hernieuwd opbouwen van weerstand die nodig is om dadelijk als hoofdtrainer weer voor de groep te komen. Ja, er stond vanochtend al een stukje over in de Gelderlanden, keurig verwoord wat mij betreft. Erik gaat wat meer weerstand opbouwen om straks weer sterker terug te komen. We zijn nog ongeslagen. Wie gaat die serie proberen voor te zetten? Ja, misschien wel heel logisch. Dat gaat Ronald doen, de eerste assistent van Erik. Die inmiddels vanuit een aantal seizoenen geleden ook wat ervaring heeft als eindverantwoordelijke. En naast Ronald gaan we dat doen met dezelfde groep mensen die nu ook de technische staf vormt. Dat betekent dat we allemaal ietsje harder moeten rennen en ietsje meer taken op moeten pakken. Maar veranderen doen we verder niks. Oké, Erik, je hebt de afgelopen weken even gas teruggenomen. Je bent de afgelopen weken goed mee geïnformeerd bij Achillesveen wezen kijken. Ja, ik heb inderdaad even het gas teruggenomen. Ik ben bij Achillesveen wezen kijken. Dat ga ik ook vanmiddag doen bij Volendam. Dus ik zal de wedstrijdanalyses ga ik wel voor mijn rekening nemen. En daar blijf ik ook in contact over met Ronald en met de rest van de technische staf. Je hebt gisteren al gezegd wat je van vandaag verwachtte. Je hebt er nog eens een nachtje over kunnen slapen. Wat verwacht je vanmiddag van Ben en Komijn? Ik heb ook tegen de jongens gezegd dat ik verwacht dat we de 3 punten in Bennekom houden. Maar ook dat we een fijne wedstrijd gaan spelen. Want Achillesveen is een voetballende ploeg. Die willen onder alle omstandigheden voetballen. Dat maakt ze ook tot een heel leuk voetballende ploeg. Goed voetballende ploeg. Maar ik denk wel dat wij daar heel goed tegen kunnen spelen. Dus ik verwacht dat wij vanmiddag gaan winnen. Maar ik wil daarbij niet de druk op Ronald te veel leggen. Want dat is het laatste wat ik zou willen. Maar dat verwacht ik echt. Ja. Nou, ik denk dat je een goede staf hebt die je kan waarnemen. Vanmiddag ga je naar Gouda. Volendam bekijken. Ja. Bennekom zit ook zonder hoofdopleidingen. Nu je wat meer tijd hebt. Ga je ook in de vereniging eens wat meer rondsnuffelen? Ja, nou, dat heb ik vorig jaar natuurlijk ook al wat gedaan, met name de D1 en de C1. Dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Dus zal ik zeker de komende periode. En dat is ook wel nodig, denk ik, binnen Bennekom. Dan kunnen we heel goed daaraan gaan werken ook. Ga ik dat zeker doen. Ook bij van de F1 tot de A1 wil ik eigenlijk wel wat gaan bekijken. Prima. Wilco, voor jou het slotwoord. Wat is de horizon? Eigenlijk helemaal technisch gezien, hoofdopleidingen, Bennekom 1, Erik Speelziek. Het is duidelijk dat er een hoop werk te doen is. Richting Erik staat herstel voorop. We hebben met elkaar afgesproken dat de horizon die we nu nemen tot aan de winterstop is. Vanzelfsprekend zullen we iedere dag, week, maand evalueren of er meer te doen is. Maar zoals we het nu met elkaar hebben afgesproken, geeft dat ook duidelijkheid naar iedereen. En ik denk ook rust. En we streven ernaar dat Erik zijn taken als hoofdtrainer in de winterstop weer kan overnemen. En als we daarnaast de komende periode kunnen gebruiken om, zoals al langer in de pen zit, een goed beleidsplan richting de jeugd te schrijven. En daarnaast ook daar nu tijd en aandacht aan te geven, dan
Kan het wel eens zijn dat we dadelijk nog vele malen sterker uit de strijd komen dan wanneer dit allemaal niet gebeurd zou zijn. Oké, nou, never a dull moment, zullen we maar zeggen. En eens even kijken wat vanmiddag brengt. En dan gaan we voort met Bennekom. Bedankt. Jij ook. Ja.